Gisteren heb ik jullie laten zien hoe je op de iPhone jezelf kan beveiligen tegen Facebook advertenties. En dat filmpje, nou, dat is enorm geëxplodeerd en hebben heel veel mensen op gereageerd. En bijna de helft van de vragen was wel, hoe doe je dit dan op je Android telefoontoestel? Dus ik heb nu een Android toestel voor me liggen. En ik laat jullie even zien waar het zit. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je drukt eerst op 3 bolletjes hier bovenin. Dan ga je dus naar je settings toe. Dan druk je op account. En dan staat hierbij share my account info. Die moet je uitzetten. Gewoon even het vinkje eruit halen. Krijg je een waarschuwing. Weet je zeker dat je wilt doen. Want we willen je graag goede advertenties geven. Nou, ik neem aan dat je geen zin hebt in advertenties op je WhatsApp. Dus je drukt inderdaad don't share. Als je dat hebt gedaan, dan ben je klaar. Vond je dit filmpje nou handig en wil je vaker van dit soort tips zien? Vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal. En geef even een duimpje omhoog alsjeblieft. Doeg!